Welkom bij deze liefdesreading voor de Ram. We gaan kijken wat de allerbelangrijkste berichten zijn voor jullie vandaag met de Soul Connection. When two hearts meet, orakel, love orakel deck. En dit is de Runic Tarot, oftewel de Tarot van de Runnen. Welkom. Wat mogen wij weten, de meest belangrijke berichten voor de Ram, mensen die met een Ram te maken hebben of een ieder die zich aangetrokken voelt tot de titel of in wat voor hoedanigheid dan ook. Wat mogen wij weten? Wat een energie! Wauw! Ik heb het gevoel voor de Ram, en ik kreeg een stier door. Dus misschien dat je sterke stierplaatsingen hebt, met een stier te maken hebt, of gewoon heel veel doorzettingsvermogen hebt. Maar ik voel heel veel energie terugkeren. Dus het kan zijn dat je misschien een periode achter de rug hebt waarvan je zegt van nou, ik had niet zoveel energie. Nou, die energie die komt terug, geloof me maar. Klaar voor de strijd hoor ik. Oké, wat mogen wij weten op liefdesvlak voor de Ram? En weer krijg ik stier door. Oké. Omarming. Uitdaging, dus ga je uitdagingen niet uit de weg, maar omarm ze juist. Met betrekking tot een vaste verbintenis. Het kan zijn dat je in een vaste verbintenis zit, of dat je dus de uitdaging hebt, omdat je te maken hebt met iemand die in een vaste verbintenis zit. Maar ga die uitdagingen niet uit de weg, maar omarm ze. Want ik denk dat je hier het een en ander van kunt leren. Wat mag ik weten over die omarming? De Hierofant. Er gaat iets veranderen in de connectie. Die verandering, dat is de Schildknaap van Munten. Er komt een nieuw aanbod. En dat gaat jullie naar rustig vaarwater brengen. En met de keizerkaart heb ik het gevoel dat degene die in de mannelijke energie zit, dat die er werk van gaat maken. Iets wat je op dit moment niet ziet aankomen. Wat mogen wij nog meer weten over de Hierofant? Kan zijn dat iemand zich schuldig voelt. Dat daarom dit steeds een obstakel is wat terugkomt. En wat mogen we weten over de keizer? Iemand gaat het licht zien. Degene die zich schuldig voelt. Die iedere keer de nodige uitdagingen verzorgt in deze connectie. Of jij dat nu bent of de ander. Maar die persoon gaat inzichten krijgen. Waardoor ze dus aan zichzelf en aan de connectie gaan werken. Dat krijg ik door. Wat mag ik weten over schuld? Schuldgevoel. Ja, de drie van zwaarden. Veel pijn. Ze weten dat ze je veel pijn, veel verdriet hebben aangedaan. Ze weten dat ze je teleurgesteld hebben. En daar voelen ze zich schuldig over. Wat mag ik weten over die uitdagingen en die obstakels? Met de vijf van zwaarden, je had het gevoel dat je moest opgeven, dat het het niet waard was, dat jullie beide aan de verliezende kant stonden. Maar gelukkig op het laatste moment krijgt deze persoon een ingeving, een duidelijk signaal met de koning van staven, waardoor ze dus terug vertrouwen hebben in de connectie. Waardoor ze er dus voor willen gaan en er aan willen werken. Oké. Wat mogen we hier nog meer over weten? Dus heb nog geduld hoor ik. Er komt een verzoening aan. Tussen jullie. De liefde gaat weer aantrekken.
En sta er dus ook voor open, omdat dit is niet de zoveelste obstakel of uitdaging, maar heb er vertrouwen in dat deze keer deze persoon aan het veranderen is, omdat ze bepaalde inzichten hebben gekregen van het goddelijke, het universum, de kosmos. Ik ga deze even een stukje opschuiven, ik heb nog niet zoveel plek, zo. Dat is beter. Komt het ook beter in beeld. Dus een verzoening is absoluut mogelijk als je daarvoor open staat met deze persoon. Met de twee van staven heeft deze persoon er heel lang over gedaan om uiteindelijk die beslissing te kunnen nemen. Door die schuldgevoel, door pijn en verdriet die ze hebben aangedaan. Maar ook een beetje een slachtoffermentaliteit. Ik denk dat de vonk overnieuw gaat overslaan met de schildknaap van zwaarden. Een nieuw begin, weliswaar een schildknaap omdat dit een nieuw hoofdstuk is. Voornamelijk voor deze persoon, omdat deze persoon nu inzichten gaat krijgen. Waardoor ze dus een verbetering kunnen aanbrengen in de connectie. En eindelijk bepaalde schuldgevoelens achter zich kunnen laten. Sta hiervoor open met de hermiet. Je gaat inzichten krijgen als jij je terugtrekt. Want ik heb het gevoel dat jij op dit moment jezelf hebt teruggetrokken. Je gaat inzichten krijgen dat je hier weer voor open kan stellen. Dat je geen gevaar loopt en dat deze persoon echt ware intentie heeft. Keelchakra, er moet veel gezegd worden. Deze persoon heeft nog nooit die schuldgevoelens, pijn, verdriet geuit door schaamte. Er komen betere tijden aan. De aantrekkingskracht komt terug. En de connectie komt weer terug in evenwicht. Dus dat is heel erg fijn. Met de 9 van staven heeft deze persoon zijn of haar les geleerd. En dan met die verlichting, met die inzichten die ze krijgen, aha moment, het licht gaan zien of wat het dan ook is wat hen daartoe brengt. Kunnen ze uiteindelijk van de 9 naar de 10 gaan. Die zware last van zich schuldig voelen, omdat ze weten dat ze je pijn en verdriet hebben aangedaan, kunnen ze achterwege laten. Er komt terug een aantrekkingskracht tussen jullie. Kan zijn dat dat ook helemaal verdwenen was met het torenmoment. Dus het kan zijn dat je daar verbaasd over bent. Zo van, heb ik toch nog gevoelens? Of, ik krijg ineens aandacht? Of, het doet me wel wat als die persoon me zo innig aankijkt of als die persoon me kust of nou, noem maar op. Dus dat is een doorbraak. Er komt er terug evenwicht en de connectie met yin en yang. De koning van munten, dat is een koning van stabiliteit, balans, evenwicht. En dit is ook iets voor de langere termijn. Het is iets substantieels. Het zijn munten. Het heeft, iemand is echt geïnvesteerd in deze connectie. Wat mogen wij nog meer weten? Kaart onderaan het dek. Als er weet dat deze persoon fouten heeft gemaakt, weet dat deze persoon je inderdaad pijn en verdriet heeft aangedaan met de 3 van zwaarden, maar probeer deze persoon te vergeven. Laat het los, dat waar je nog aan vasthoudt. Want het kan een sta in de weg zijn. Deze persoon houdt echt van je. Alleen heeft door schade en schande moeten leren. En weet dat deze persoon bereid is om moeite voor je te gaan doen. Jullie hebben vele vorige levens met elkaar doorgemaakt. En dat heeft heel veel pijn, verdriet veroorzaakt. Kan zijn dat deze persoon in een vorig leven misschien
veel pijn en verdriet heeft meegemaakt met jou. En dat het nu tijd is voor hen om in dit leven dit recht te zetten. Zoiets krijg ik door. Daar krijgen ze ook inzichten over met die maankaart. En nou ja, je ziet, ze zijn hier beide in gevecht. Dus deze persoon wil dit overwinnen. Die wil voor je vechten. En die wil dus die angsten, die demonen achter zich laten. En het recht zetten in dit leven. Wat ik zeg, deze persoon heeft ervan moeten leren. Zoals wij allemaal onze levenslessen hebben. En kies dus duidelijk voor jou met de lovers. Het kan een tweeling zijn, dat hoeft niet, maar dat zou zomaar kunnen. Het kan ook zijn dat ze geleerd hebben van hun dualiteit. Want de lovers, dat is ook een dualiteit, een keuze maken tussen twee of meerdere zaken. Ik denk dat dit je stoutste dromen overtreft, dat je dit niet meer verwacht. Maar deze persoon wil al jouw dromen uitdoen en laten komen. Het kan zijn dat je nu nog wat koud en afstandelijk bent. Maar ik denk als je ziet dat er ware intenties zijn, dat je dat uiteindelijk durft los te laten. Onderaan het dek, de band, een hele sterke band. Hè? Jullie hebben niet voor niets meerdere vorige levens met elkaar gedeeld. Wat dus de band sterker maakt en ook... Wat de connectie in dit geval jullie ook verder brengt. Onderaan het dek de 9 van zwaarden. Het kan zijn dat deze persoon de laatste tijd heel slecht slaapt. Door die schuldgevoelens, door die inzichten. Omdat ze weten dat ze dus bepaalde keuzes moeten maken. Ze krijgen die inzichten. Ze zijn nog aan het bedenken hoe ze dan het vorm kunnen geven. Maar weet dat binnenkort verandering komt en dat deze persoon er echt voor wil gaan. Dus geef het nog niet op. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.